Hier zijn Lewis en Jansen. Ja. Dankjewel. Goedenavond, wij zijn Lewis en Jansen. Het is vanavond oudejaarsavond 1999. En nee, jullie lachen erom, maar je mag best van ons weten. Er was één plek waar wij oudejaarsavond wilden doorbrengen. Maar goed, we zijn nou hier en dat lijkt me ook hartstikke leuk. Hè? Ja, we hebben er echt ontzettend veel zin in. Wij hebben er heel veel zin in. Je hebt misschien al gezien, er zijn zelfs camera's bij. Zoveel zin hebben we erin. Opname voor de feest voor de VARA. Publiek toch nog? Het is officieel de laatste publieke opname voor de commerciële VARA. Nou goed, in ieder geval, mochten de productnamen vallen, dan is dat per ongeluk. Daar zit verder geen enkele bedoeling achter. Just do it. De voorstelling duurt 80 minuten. 80 minuten. Hij duurt 80 minuten ongeveer. En jullie kunnen niet van ons verwachten dat wij in 80 minuten de afgelopen 100 jaar één voor één gaan doornemen. Kun je wel verwachten, maar dat doen we niet in principe. We hebben dat ooit eens geprobeerd, maar dat red je dus niet. 80 minuten, 100 jaar, hoogtepunten, dieptepunten. En dat is nu dan nog een leuke kwinkslag. Je redt het gewoon niet. De hele Falklandoorlog die slaan wij over. Bij deze. De Falklandoorlog die gaan wij skippen. We hebben een teringhekel aan schapen. Begin er niet aan. We doen helemaal niks met de Falklandoorlog. Ik denk dat het wel duidelijk is geworden. Ik denk wel dat we verder kunnen. Ja. Ja, want dan moet je ook wat zeggen over Margaret Thatcher. Wij zeggen helemaal niets over die hele Margaret Thatcher. Want dan moet je ook wat zeggen over Pinochet. Pinochet! Pinochet gaan ze nu toch berechten in Spanje. Van mij mogen ze die hele Pinochet gaan berechten in Turkije. Kunnen ze mooi de rest van zijn leven opsluiten met de Hennies. Dat zal hem leren. Nou, daar gaan we het dus niet over hebben. Wij gaan doen wat ons bezighoudt. Dingen die ons opvallen. Als je lef hebt, dan lever je je wapen in. Dat is de actie. Als je lef hebt, dan lever je je wapen in. Bij de politie. Vorige week hoorde ik politie zijn hoop wapens kwijt. Is de bedoeling dat wij de politie gelopen bewapenen? Gaat de politie van Amsterdam per 1 januari patrouilleren met vlindermessen, werfsterren en wurgstokjes? Ben ik debiel? Maar het ging er vooral om dat er over het onderwerp gepraat werd. Daar ging het over. Dat is eigenlijk... veel over het onderwerp gepraat worden met buren, met kennissen. Over het onderwerp praten. En iedereen heeft het er ook over. Absoluut. Iedereen vindt het een hele stomme actie. Ja, nou moeten we allemaal dingen gaan inleveren. Zomaar moet je het gaan inleveren. Straks komt er nog een minister en die gaat zeggen dat we onze boompjes moeten inleveren. Netelenbos. Nou, dat is goed gehoord. Yes. Netelenbos met de Bulderbos. Er zijn mensen die hebben boompjes geplant zodat er geen vliegtuigen konden landen. En dan gaat Netelenbos vragen: wil je die boompjes weghalen zodat de vliegtuigen kunnen laten landen? Maar ze hebben ze juist geplant omdat er geen vliegtuigen moesten gaan landen. Dan denk je nou echt dat die mensen die boompjes weg gaan halen en vliegtuigen landen? Nou, ik denk het niet. Plus, waar nog bij komt, dat zijn helemaal geen. Een bos, het Bulderbos. Ik ben er geweest. Het komt tot hier. Ik vind alles waar je overheen kan pissen is geen bos. Dat noemen wij struiken bij ons thuis. Dat is geen bos. Dat is geen... Nee, die Netelenbos die moet gewoon lef hebben. Lef! Ze moet lef hebben, ze moet gewoon zeggen dat bos blijft staan. Laat je één keer een vliegtuig laat je landen, heb je meteen een mooie baan. Als je lef hebt, dan lever je je wapen in. Als je lef hebt, lever je je wapen in. Als je als man lef hebt, vertel je aan je vrouw dat je bent vreemd gegaan. Als je je vrouw vertelt dat je bent vreemd gegaan, heb je een wapen nodig. Maar dat heb je niet, want dat heb je net ingeleverd. Mannen met lef treffen elkaar op de eerste hulp. Ik ben los, ik weet het gewoon niet. Ik begrijp het gewoon niet. Hey, het is een hele rare actie. Het is de politie. Hè? De politie die moet nu ook de wapens gaan inleveren. Als ze niet kunnen schieten, ze kunnen heel slecht schieten. De politie, en dan moeten ze de wapens inleveren. Daar is geen lef voor nodig. Dat is ontzettend slecht beleid. Slecht beleid. Ja, ik vind politie die niet goed schiet, die moet je belonen als ze wel goed schieten. Er moet een incentive zijn. Hun? Incentive. Oh, een beloning. Ja. Ja, dat je bijvoorbeeld zegt 1000 gulden voor een dode crimineel. Ja, of 500 gulden voor een zwaar gewonde. 250 gulden voor een schamschot. Weet je, agent kan met één kogel 3-4 schamschoten maken. Nou, dan pak je toch je bonus op zo'n dag. Het zijn niet eens onze eigen ideeën. Het zijn ideeën van Bram Peper. De grote Bram Peper crimi bingo. Bram Peper heeft gezegd, agenten die een beetje behoren schieten, die moet je belonen. Je moet agenten moet je presentjes geven. Bram Peper heeft presentjes zat. Ja, flessen wijn, vulpennen, asbakjes, partyboten, ja. Auto's met chauffeur, heb alles. Ze kunnen niet schieten. Ze kunnen gewoon niet schieten. Zelfs de agenten, de criminelen kunnen toch ook niet meer schieten? Hè, Steve Brown. Daar gaan ze 5 kogels op afschieten, dat heet een afrekening. En die ligt gewoon lekker vrolijk na te reutelen in het ziekenhuis. Jongens, het is toch geen schieten? Nee. Dit is toch geen afrekening, die hele Steve Brown?
In onze tijd, een afrekening, stond je niet voor op parool. Dat je zo'n kubus beton aan je poten lag je in de bodem van de Waal ongeveer, ja? Dat was een afrekening. Nee, het is toch, dit is toch geen afrekening, dit is gewoon middelbare scholierenwerk, is het? En die kunnen ook niet schieten. Ja, dat is het. Middelbare scholieren kunnen niet schieten. Ik zeg Veghel. Ja, jongen in Veghel loopt met een goed revolver een vol computerlokaal binnen. Schiet 12 keer, raakt de 5. Nou, dan kan je niet schieten wat mij betreft. Maar onder één schampschot. Wat een loser. Ja, maar dit, het is de schuld van het studiehuis, hè. Alle doefakken zijn eruit. Dat hele studiehuis moeten ze laten staan. 1 keer een vliegtuig eroverheen en je hebt een landingsbasisglas. Nergens op. Dat is helemaal niks hier. Nee, maar kijk, waar het dan om ging, dat was dan een Turkisch-Koerdisch meisje. Lewis, gaat het goed met jou? Turkisch-Koerdisch. Nee, ik vind het ingewikkeld. Dat was helemaal niet nodig. Ik vond het lekker. Ja, maar het was niet echt nodig. Ik ging om een Turks. Hij komt er niet, ja. Nee, Turkisch. Nee, hij komt, daar gaat hij. Gewoon even respect, ja. Zeg het in zijn Koerdisch. Kan je een snip? Oh, ja. Ja, goed. Het ging om een Turks-Koerdisch meisje. Of Koerdisch-Turks, dat weet niemand. Ja, nou, maas, geen nou uit! Nee, dat is het punt, dat wisten ze niet. Turks-Koerdisch, Koerdisch-Turks. Het ging om de eer. Op het moment die jongen had geschoten, want het zijn zus dingetjes. Nee. Relatie, jongen, dingetjes. Er werd over gesproken, over die zus. Dingetjes. Ik denk, wat is er gezegd? Ik bedoel, wat deed ze met wie? Wat kostte het? Het is niet slim wat je nou doet, hoor. Ik stel een vraag. Ja, nee, maar wat je zei is, ik bedoel, dat is gewoon, je zit aan de eer, hè, nu. Ik heb mijn handen hier, ik zat nergens aan. Nee, je zat aan de eer. Je zat met je mond zat je aan de eer. Ik heb met mijn mond al in geen week aan de eer gezeten. Ik zou het graag doen, maar ik heb er geen tijd voor, helaas. Nee, maar dat is gewoon niet slim, weet je. Wat als je aan een Turkse vrouw aan de eer zit, dan gaat er geschoten worden. Gewoon. Gaan ze schieten? Ja, natuurlijk gaan ze schieten. Op mij? Ja. Ik denk niet dat ze je raken, maar ze gaan. Ja, pas op, hè. Dit is makkelijk, zeg. Ik neem jullie mee naar de zomer van 1910. Ik neem jullie mee terug naar Oudejaarsavond 1999. Ik heb één persoonlijke vraag aan jullie. Zijn er mensen hier aanwezig in de zaal die voorafgaand aan deze voorstelling een hapje hebben gegeten? Ja. Dat noemen wij een arrangement. Ja. Daar klap je hier niet doorheen wat ons betreft. We stonden 3 weken geleden in Eindhoven, hadden wij het Lewis en Janssen PSV arrangement. Dan kreeg je bij 20 kaartjes een keeper naar keuze cadeau. Het is de zomer van 1910. Het is achteraf bewezen dat het de allermooiste zomer van deze eeuw was. En als je op die zwoele zomeravond buiten zat, dan hoorde je vanuit de dakgoot een merel zingen. En als je deze zomer, 1999, als je buiten zat op een zwoele zomeravond, dit is ook een prachtige zomer, dan hoorde je ook vanuit de dakgoot een merel zingen. En die klonk precies hetzelfde. Ja. Het kan niet allemaal leuk zijn zo'n avond natuurlijk. Nou, het is goed dat je het even zegt. Als je in de jaren 30 door een weiland liep, je liep in de jaren 30 door een weiland, je hoorde een koe. En je zou nu de moeite nemen door een weiland te lopen en je hoort een koe. Dan klinkt dat precies hetzelfde. Het enige verschil is, de uier van de koe is nu even groot als de koe toen. Nee, maar het geluid is hetzelfde. Het geluid is precies hetzelfde. Er zijn de afgelopen 100 jaar zijn er heel veel geluiden hetzelfde gebleven. Maar wij hebben er een paar geluiden bijgemaakt. Geluiden die nog nooit eerder te horen waren. Katja Schuurman. Dat is een nieuw geluid. Als ze dat in de jaren 30 horen, dachten ze, koe. Ze wisten niet, nee, ze wisten niet. Katje. Ja, nu klinkt Katje heel anders. Katje klinkt nu als... Ik vind het een mooi geluid. In de 70e jaren had zo'n beetje iedereen in Nederland had toen wel tv. En toen gebeurde er iets bijzonders. Toen kwamen er opeens de allereerste computerspelletjes voor tv. Kon je in je huiskamer tennissen. Had hij een racket? Had ik een racket? Boing, 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 boing. Dat was het allereerste elektronische piepje. Mensen vonden dat fantastisch. Die kwamen naar jouw huis om te luisteren naar het piepje. Ze vonden een eikel, maar ze kwamen naar je toe. Ze kwamen binnen. Pak je racket. Hi, racket. Boing, boing, boing. Ik ben er nooit goed in geweest. Maar het was het eerste elektronische piepje. En dat vonden we geweldig. Een elektronisch piepje. Toen kwamen opeens horloges die elk uur even piepten. Piep. Vrachtwagens die achteruit reden. Piep, 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 piep. Producten bij de supermarkt. Piep, piep, piep. Alles piept, alles. Oversteekplaatsen. Piep, 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 piep. Ik verheug mij
op de eerste gsm in deze zaal. Want hij komt naar je toe, hoor. Ik zou zeggen, zet hem op trillen, want hij brengt hem in. Heb je de tunnel over? Ik stond laatst bij een supermarkt. Ik had honger. Dan mogen jullie best weten, ik heb altijd honger. Ik heb altijd honger. Goed te vertellen, ik heb altijd honger. Sorry. Echt één piercing en hij weegt het dubbele. Ik had een karretje vol met dingetjes om te eten, want ik had honger. Je had honger, hè. Kom de kassa, meisje van de kassa, haalt mijn dingen langs de scanner. Piep, 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 piep. Ik zeg halverwege dat karretje tegen dat meisje, waarom piept dat eigenlijk, meisje? Toen zegt ze tegen mij, omdat het allemaal in het systeem zit, meneer. Ik zeg, sorry, maar zou het geen beter idee zijn om het alleen te laten piepen als het niet in het systeem zit? Nou, dat is geen discussie aan de kassa moet opstarten, heb ik gemerkt. Ik had 16 man achter me, die begonnen te piepen, jongen, vreemd. Nee, oversteekplaatsen. Stoplichten. Nee, je hebt, oh, en die piepen de hele dag. Behalve als de auto stoppen. Dan piepen ze veel sneller. Dat zeg ik. Nee, dat is voor de blinden. Dat ze weten wanneer ze kunnen oversteken. Maar die kunnen toch ook aan de eigen kant van de straat blijven? Ja. Hallo, dan maakt zo'n blinden toch niet uit? Ze zien het toch niet? Ja, nee, maar dan stoppen die auto's en hoor je piep, 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 piep. En dan weten ze, de auto's zijn gestopt. Rem je rot. Maar ik heb zo'n ding voor de deur. Ik had laatst dat ik bij mij 3 etmalen een blinde voor de deur staan. Dat was piepje stuk. Toen ben ik in mijn eigen vrije tijd uit de goedheid van mijn hart naar buiten gelopen. Ik ben vlak naast die man gaan staan, heel zachtjes. Even gewacht. Oké, het kon niet echt, maar was maar weg. Verheugen. Verheugen. Dat vind ik, denk ik, het lekkerste woord van de afgelopen 100 jaar. Weet je wat? Zeg met z'n allen een keer, zachtjes, verheugen. Oh! Lijkt wel een kerk, zeg. Heerlijk. Gaaf. Lekker. Lekker. Het is ook zo'n lekker ouderwets woord, vind je niet? Zit hier. Voel je dat het iets ouderwets heeft? Iets degelijks heeft het ook. Verheugen. Ik vind het een beetje een kolenkachel, dat is het eigenlijk. Zo'n ouderwetse kolenkachel, hè. Daar doe je gewoon kolen in en dan brandt het en dan heb je een kachel. Niet zo'n moderne kachel met bimetaaltjes en schroefjes en pompjes. Nee, kolen erin en branden met die handel. Kolenkachel. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje zo'n typemachine, zo'n ouderwetse typemachine. Met van die armpjes die zo omhoog gaan. He, daar doe je een bladzijde in en dan ram je op een letter en dan staat die letter op het papier. Voor altijd. Typex. Vroeger kon je je verheugen op voetballen op tv. 1 woensdagavond in de maand. Voetballen op tv. Interland Europa Cup. 4 weken verheugen. Tegenwoordig heb je 8 avonden in de week voetbal op tv. Ik heb de afgelopen 3 maanden geprobeerd de Champions League te volgen. Wij hebben Willem II afgevaardigd naar de Champions League. Wat deed Willem II in de Champions League? Nou, Willem I kan niet, we sturen Willem II. Shit. Ja, het zijn ook te veel wedstrijden. Je kan je er niet meer op verheugen of dan is de volgende wedstrijd alweer begonnen. En straks krijgen we het EK 2000. Heb je 8 wedstrijden per dag? Reken dat eens even uit voor een week. Doe dat even lekker zelf. Nee, maar ik bedoel, dat is gewoon heel veel. Dat zijn ontzettend veel wedstrijden. Veel. En daarnaast moet je ook nog gaan kijken naar de hooligans. Nou, daar verheug ik me wel op. Vooral als ze naar Rotterdam komen. De hooligans hebben een leger, dat noemen wij het hooliganleger. En dus moeten wij ons leger inzetten tegen de hooligans. Het Nederlandse leger. Onder leiding van Jaap de Hoop Scheffer. Dus ik heb zin in het EK, het lijkt mij fantastisch. Hè? Lijkt me zo gaaf als je dan in het Nederlandse leger zit. Hè? Ja, weet je, dat je in het Nederlandse leger zit en er zijn rellen op de Koolsingel in Rotterdam. En dan komt er een oproep van... Op de Koolsingel, assistentie gevraagd, alstublieft. En dan stap ik in mijn aparte gevechtshelikopter. En dan komt ze heel langzaam achter het stadhuis vandaan. En dan hang ik zo boven die hooligans. Want je moet oefenen. Nee, dat vind ik echt. Je moet oefenen voor het EK. Ik wil volgende week zondag Jaap de Hoop Scheffer in een Ajax-shirt over de Koolsingel sturen. En dat noemen we dan werkbezoek. Vroeger zat je gewoon thuis en dan ging de bel. Dan liep je naar de voordeur. En deed die deur open. En dan stond daar een vrouw voor de deur. Dat was een beetje gedistingeerde vrouw. En op het moment dat ik die deur open deed, deed die vrouw zo. Is collecte. Zie je? Is een collecte. Vroeger werd het geld voor goede doelen met een bus bij je opgehaald.
aan de deur. Vroeger had elk orgaan zijn eigen bus. En de spanning was, wat zou het vandaag zijn? En dan deed ik die deur open en zei die vrouw, goedemiddag, ik ben van de Nierstichting. Zei ik, goedemiddag, ik heb al nieren. Maar dat kon je doen, want je had die deur, je had die macht. Toen we dachten, actiemaffia, wat nieuws. Ging de actiemaffia naar Afrika met een cameraploeg op zoek naar de neger met de meeste honger. En dan kwamen ze in Afrika, het stierf daar van de negers. Er waren daar heel veel negers. En dan gingen ze met die camera achter de neger aan met de meeste honger. Die neger lag op de grond, prachtige zwarte neger, witte ondergrond in kleur op jouw tv. En dan kwam het zwarte gezicht van die man in jouw huiskamer met zo wit getatoeëerd een gironummer. Maar ik bedoel, dan moest je wel geven. Want je kon die deur niet meer dichtgooien. Je kwam er niet meer onderuit, hè? Je moest geven en het wou ik met een gironummer. Had je een gironummer van 3 cijfers? Dat kon je gewoon niet vergeten, maar zo'n klein klotennummertje was dat. Iedereen heeft een gironummer van 7, 8 cijfers. Maar als het een goed doel is, dan is 3 opeens voldoende. Want dat is een heel makkelijk nummer, 9999 of zo. Dat zijn er 4. Dat zijn er 4, heel goed. Ja. Even kijken of je oplet. En het is begonnen met Mies Bouwman. In Nederland is het begonnen met Mies Bouwman. Het is een vakvrouw, maar ze is er wel mee begonnen. Met Open het Dorp. Dat is een actie. Open het Dorp. De gedachte was om geld bij elkaar te halen voor een dorp, voor alle gehandicapten van Nederland. Met een hoog hek eromheen. Ja, dat was toen een heel goed idee. Dat noemen we tegenwoordig Big Brother. Wat ik zo mooi vind van ons, hè, van Nederland, als er ergens in de wereld een ramp is, hebben wij een actie, want dat is Nederland. Aardbevingen in Turkije, actie. Ik weet zeker dat wij allemaal hebben gegeven voor Turkije. 2 aardbevingen, vreselijk. En ik wil nu op deze hele speciale avond spontaan iets doen voor de mensen van Turkije. Ik heb al gegeven. En nou echt. Ik wil namelijk nu op deze plek, hele speciale avond. Niet te veel. Ik wil namelijk het volledige honorarium voor onze techniek. Ja, klapt u maar, zoveel is het niet hoor. Oh, ik wil trouwens in verband met Turkije wat positiefs zeggen over honden. Mensen die mijn oeuvre kennen weten dat ik het niet zo heb op honden. Mensen die jouw oeuvre kennen weten dat jij een teringhek hebt van honden. Ik hou helemaal niet van honden. Maar toen in Turkije met van die beelden en zo, zag je die honden die over die puinhopen heen liepen. En door 3-4 meter beton konden ze de slachtoffers ruiken. En die werden daar gered. Vond ik prachtig. Ik zag voor het eerst honden die iets nuttigs deden met hun leven. Ja, want je ziet, als je honden ziet, het enige wat ze doen is altijd maar aan die riem trekken. Behalve als ze los zijn, dan komen ze niet meer terug. Want dan hebben ze het veel te druk. He, met alles onder, pissen. Fietsbanden, kinderen als het even kan, die stilstaan. Pis er maar onder, ja. En dan staan ze tussen. Waar kinderen spelen, gaan ze gewoon tussen zitten. Zie je ze met je trillende achterlijf, zie je ze zo die chappie eruit douwen. En overal aan likken, vindelaar. Lewis! Ze hijgen. Typex! Cola, kachel. En dan zag je die honden in Turkije. En die liepen over die puinhopen heen. En die konden door 3-4 meter beton. Konden ze de slachtoffers ruiken. Dat vond ik mooi. Prachtig. Als je bij mensen thuis komt met honden, het eerste wat zo'n hond altijd doet, is met zijn neus in je kruis. Direct. Dan denk ik, jongen, jij kan het van 3 meter afstand kan je het ruiken. Zo'n hond zou bij de buren vandaan al kunnen ruiken. Levens is thuis, maar nee hoor. En overal zie je de beelden vandaan, overal zijn die rampen. En dan moet ik wat zeggen over Tsjetsjenië. Dan ga ik hier staan. Dan ga ik het hebben over Tsjetsjenië. Het is voor jullie niet leuk, maar daar is het ook heel erg, want het sterft daar van het Tsjetsjenië. Wacht even, doe ik hier nog even een Grozny. En de hoofdstad, hé? De Russen zeggen, wij bombarderen Tsjetsjenië, want alle Tsjetsjenen zijn terroristen. Vanwege de flats. Er waren 5 flats in Moskou. En eind augustus zijn er flats opgeblazen in Moskou, 5 stuks. De Russen zeggen, dat waren de Tsjetsjenen. Maar we pakken de Tsjetsjenen. Terwijl niemand weet of dat het de Tsjetsjenen waren. Evengoed waren het de Kalmukkiërs. Of de Dagestanen. Weet niemand. Misschien waren het wel mensen met smaak. Ja, liepen door Moskou. Wat een lelijke flats. Misschien wel Jan de Bouvrisky commando. Metamorfose. En niemand weet het. Dat zeg ik toch. Ik heb 1 gerucht gehoord. En een hardnekkig gerucht dat die flits hebben wat te maken met een 87-jarig spionnetje uit Engeland. De flits? Ja, de flits. Het schijnt te maken hebben met een 87-jarig spionnetje uit Engeland. Het kromme spionnetje uit Manchester? Ja. Wat ik gehoord heb is, die flits die zijn opgeblazen met Semtex. Hè, dat is een explosief. Maar daar hebben ze sporen van teruggevonden. Dat noemen ze met Semtex-honden of zo. Die sporen, die hebben ze geanalyseerd.
En die blijken afkomstig te zijn uit Israël. Die zijn in de jaren 60 aan Israël geleverd door de CIA. Precies in de tijd dat de CIA John F. Kennedy heeft vermoord. En om dat te verhullen hebben ze toen het ruimteschip laten neerstorten bij Roswell. En Roswell is een zustergemeente van Manchester. En wie woont er in Manchester? Dat vrouwtje. Dit was het Lewis stemmen in je hoofd arrangement. Het eerste spionnetje van Nederland. Het eerste spionnetje van deze eeuw. Was een klein spiegeltje. Dat werd bevestigd aan het raam van mevrouw Bonenbakker de Boer. Tweede Ayanis Dwarshut 112 bij ons in de Jordaan. Mevrouw Bonenbakker de Boer kon haar buren spieden. Mata Hari, spion, danseres, lekker wijf. Spioneerde tegen ons voor iemand anders, ik weet even niet wie. Maar dat deed ze hartstikke goed. En ondanks dat werd Mata Hari gepakt en geëxecuteerd. Maar toch wist ze in een latere leven een keten aan Indonesische restaurants te openen. Mata Hari werd geëxecuteerd, gefusilleerd op de brandstapel, barbecue, Satay Hari. Ik lees veel vooral boeken over spionnen. The Spy Who Loved Me. The Spy Who Came In From The Cold. Tinker Tailor Soldier Spy. John le Carré. John le Carré heeft nooit in Carré opgetreden. Vandaar dat Toon Hermans gedichten schrijft en geen thrillers. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht. Die als het erop aankomt voor je bidt en voor je vecht. Als je door zijn verraad van al je vijanden won. Pas dan kun je zeggen, ik heb een spion. En toen kwam dat vrouwtje, klein krom vrouwtje uit Manchester, zustergemeente van Roswell. U kent het verhaal. En die vrouw spioneerde tegen ons voor de Russen. Die vrouw bracht onze geheimen naar de Russen. Zij smokkelde dikke pakken papier en paparazzen in haar sokken naar Moskou. Dikke pakken papier, paparazzen, nietjes, paperclips in die sokken. En dan liep ze naar Moskou. Verbindingen waren kut in die jaren. Deze vrouw moet hebben gewankeld door Europa. Vrees. Maar als ik op straat loop, ik zie een oudere vrouw die een beetje slechter been is, denk ik. En dan grijp ik en zeg ik, oké, voor wie werk jij? En dan trap ik het looprek en zeg ik, praten zul je hoer. Laten we het niet over bejaarde prostitutie hebben, alsjeblieft. Doe even verheugen, kom op, verheugen. Ik verheug mij met jullie op het koninklijke huwelijk van onze kroonprins. Willem-Alexander. Met Maxima? Met Maxima. Ik zeg dan, Maxima is een hele aparte vrouw. Ze is lang, blond en intelligent. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Kijk, mensen die mijn oeuvre kennen, die weten één ding, ik heb het Koningshuis hoog zitten. Ik hou van ons Koningshuis. En dan hebben we al jaren Duitsers in ons Koningshuis. Sterft van de Duitsers in ons Koningshuis. Nou krijgen we er een Argentijn bij. Er zijn er twee landen waar we ooit een WK-finale van verloren hebben. Ik denk dat we met de huidige bondscoach, de heer Frank Rijkaard, voorlopig geen grote finales meer gaan verliezen. Wij praten over topsport. Wij zien 5 Olympische ringen. Atlanta 1996. Daar stonden de hockeymeisjes, onze hockeymeisjes, 14 stuks. En daar in de koninklijke loge, Willem-Alexander. In een oranje joggingpak. Prachtig. Heineken, Marlboro, XXL. Willem-Alexander die ging die middag maar voor één ding. 14 hockeymeisjes. Ik dacht dat Michael Johnson de snelste man van de wereld was. Willem ging met 83 km per uur over kunstgras. Ja, dat was die lekkere ouderwetse Olympische gedachte nog. Hè. Meedoen is belangrijker dan winnen. Je zag hem denken, 14 vrouwen, ik kan het toch proberen. Ja. Nee, en ik vind ook als je 14 vrouwen neerzet in een korte oranje rok, is het logisch dat de kroonprins denkt, die zullen wel voor mij zijn. Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar nu is het innen is belangrijker dan winnen. He, waar is de tijd gebleven van Art Schenk bijvoorbeeld? Art Schenk. Grote schaatser, prachtig Noord-Hollander. Met die dikke vierkante kin van hem. En maar beuken. Ik weet nog, Sapporo 1972. Er was een vlammende sneeuwstorm, Olympische Winterspelen. Vlammende sneeuwstorm, je kon de overkant van de baan niet zien. Art Schenk stond aan de start. En toen schijnt hij tegen de starter gezegd te hebben, schiet mij maar weg, ik kijk wel of die baan er nog ligt. Dat was Art Schenk en beuken, door die sneeuw, beuken, 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 beuken. En hij kwam op de finish met bevroren oogbollen kwam hij aan. Maar hij was de eerste mens op deze aarde die de 10 kilometer sneller dan 15 minuten wist te schaatsen. Met een ijsmuts. Want Art Schenk droeg een ijsmuts. Dat zijn legendarische tijden geweest. Dat is die tijden van die Spaanse schaatser, Gomez. Met die stoel.
Nee, maar dat zijn legendarische verhalen. Was de eerste schaatser die de 500 meter langzamer dan 50 seconden wist te schaatsen. Weet je, dat gebeurt er tenminste wat. Tegenwoordig, als er een heel klein beetje sneeuw dwarrelt, zeggen alle schaatsers... We gaan naar binnen. Hè? En als er geen sneeuw is, zeggen ze... Nou, we gaan toch maar naar binnen. Mietjes zijn het geworden, al die schaatsers. Natte kranten zijn natte kranten, dat zei je al. Ik schaats voor mijn lol op de Jaap Edebaan. Ja. En dat is buiten. Buiten. Dat is buiten. Het enige wat je daar hoort is klappen, daar klappen, daar klappen, daar klappen, daar klappen, klappen, klappen. Alles is klapschaats. Alles klapschaats. Alles hebben klapschaats. Ik heb gezien, het is echt waar. Op de krabbelbaan van de Jaap Edebaan. Er was iemand aan het oefenen met een stoel en die had klapschaats. En een klapstoel. Klap. Maar waar gaan we heen? Het is alleen maar klappen, de klappen, de klap. Van die gladde pakken. Met die pakken, met die rubbels, en die vinnen, en die brillen. Wat is de volgende, wat is de volgende stap? Waar gaan we naartoe? Gaan ze hier naar schaatsen met jachtlapaardenballen in hun zak genaaid? Werkt dat? Nou, het gaat met plaatje de richting waar we heen gaan. Weet je wel, de... Fanny Blankenskoen. Ik zeg opeens... Fanny, Blankers, Koen. Wat mij betreft, de atleten van de eeuw. En ik vind het prachtig om te zien dat de mensen aanwezig zijn die Fanny, Blankers, Koen nog hebben meegemaakt. Leuk dat u er bent! Waarom, waarom? Nergens van nodig. Zo leuk. Fanny, Blankers, Koen, dat was de vliegende huisvrouw. Tegenwoordig hebben huisvrouwen 1 opvlieger. Fanny, 2 weken. Fanny Blankers, die won de 100 meter horde met hier een kind en hier een wandelwagen. Dan ben je een groot. Ik zeg opeens, Bob Beamon. Bob Beamon. 68, Mexico stad, Olympische Speler. En Bob Beamon was een Amerikaanse verspringer. En die middag nam Bob Beamon een aanloop. En hij kwam aan in een prachtige stijl. En Bob Beamon kwam uit op de afzetbalk, precies op de balk. En Bob Beamon zette af. En iedereen die hem zag die middag of later beelden, zei één ding. Bob Beamon vloog. Hij zette af, hij ging omhoog en verdomd, hij vloog. En hij vloog. Erika Terpstra. Twee Olympische medailles. Erika Terpstra. Onze... Tinky Winky. Tjat. Vroeger waren dat allemaal spieren. Dan stond ze. Dit wil niemand weten. Op de rand van het zwembad. Dit wil niemand horen. Dan klonk er een schot. Dan sprong ze in het water. En dan liep ze als eerste naar de oven. Twee medailles. En clean. Erika was clean. Dat was puur voeding. Nee, maar zo moet het toch ook begonnen zijn? Ik bedoel, doping. Doping. Dat moet toch begonnen zijn dat... Er was een atleet, die moest een wedstrijdje lopen... en toen nam hij vlak voor de start nam hij een kop koffie. Eén. En toen won hij. Toen dacht hij, hé, ik zou door de koffie kunnen komen. Koffie. Volgende keer nam hij 2 koppen koffie. Toen won hij weer. Toen dacht hij van, nou, dan ga ik volgende keer 3 koppen koffie nemen. 4 koppen koffie. Kappertier. 5 koppen. Expressoetje. Hij ging het apparaat aan. Kaneel. Uiteindelijk heeft hij een pak Douwe echt met roodmerk genomen. Omgekeerd. En in één keer... Denken dat iedereen gebruikt. En dan worden ze gepakt en dan zeggen atleten, wij kunnen ons van doping niks herinneren. Want doping is heel slecht voor je geheugen. Maar de excuses zijn briljant. Er was deze zomer een Amerikaanse sprinter, een goede sprinter. Een jongen die 9-9 loopt op de 100 meter. En die jongen die had een testosterongehalte nog hoger dan Gert-Jan Teunissen. Die jongen werd betrapt en toen zei hij, het is wel waar, maar ik heb het niet gebruikt. Mijn lichaam maakt het zelf aan. Dan zeg ik, briljant. Sorry, mijn lichaam maakt het zelf aan. Alsof je zegt van, nee, ik heb geen cocaïne gesnoven. Het komt uit mijn neus. Ik snap het ook niet, maar... Of van nee, ik heb dus niet gedronken. Mijn lever maakt 100 milliliter alcohol per uur aan. Agent. Ik hoorde dat vorige week bij ons op de ringweg André Hazes is aangehouden. Op de hele ringweg. En André had thuis gehoord, André wilde zeggen... Mijn lever maakt 100 milliliter alcohol aan. Het kwam eruit als... Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. Agent. Wij hebben... Alle Nederlandstalige platen van de afgelopen 100 jaar afgeluisterd. Voor jullie, hè? Levens en Jans hebben in het kader van een vrij officieel onderzoek... 100 jaar polderpop aan zich voorbij laten trekken. Jullie hebben geen idee hoeveel bagger er de afgelopen 100 jaar gemaakt is. Heb je wel eens 3 kwartier het cocktailtrio gehoord?
Weten jullie dat er geluidsdragers zijn? Met erop duetten van Siska Peters, met ik zeg het. Ronnie Stomer! Er zijn mensen die op feestjes, als het echt gezellig wordt, Ria Valk opzetten met worstjes op de worstjes. Ja, en als het echt leuk wordt, zetten ze de B-kant ook nog op. Hangen ze op de rug. Wij maken ons nu druk over Fransje Bauer, die met elke natte wind die eruit weet te persen op nummer 1 terechtkomt. Maar wij hebben plaatjes teruggehoord van Heintje. Heintje! Mama, kom nou, Heintje! Ik ben zo blij dat de Duitsers die van ons overgenomen hebben. Ja, er zijn heel veel Duitsers goed geweest na de Tweede Wereldoorlog. Lemmens en Jansen, gingen voor jullie. Zoek naar de slechtste plaat van 100 jaar Paling Sound. Het is aan Lemmens om te onthullen. Ik ga het nu onthullen, het is geworden André Hazes. Toch André Hazes. Met het nummer Een Beetje Verliefd. Wij hebben geen idee wat er in die dikke kop van André rondging toen hij deze zin opschreef. Een beetje verliefd, doe maar André, doe maar. Een beetje verliefd, een beetje verkracht, een beetje ontmaagd. Het kan allemaal maar. Alles kan bij André behalve een beetje dronken, dat vind ik niet. Ja, het is dat nummer van In een discotheek. Zat ik van de week. En het ik. Het is vanavond oudejaarsavond. Ik denk dan tijd voor samenzang. Zou het niet fantastisch zijn als wij met z'n allen het slechtste nummer uit 100 jaar polderpop tegenwoordig zouden brengen? Dit was een retorische vraag. Wij gaan met z'n allen het nummer van André Hazes zingen. De tekst luidt In een discotheek. Zat ik van de week. En de rest valt vaak vanzelf. Ik zou het fantastisch vinden als jullie willen meezingen. Lever stelt af. 3, 2, 1. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk. Ik zat naast de regenkruk. En toen kwam de zon bij jou. Hier waren we zijn. Het refrein, het refrein. Je moet stoppen. Ik zat er net lekker in, maar nee. Dat is niet allemaal. Ik zet door. Het is, we gaan naar het tweede couplet. Weg. Sorry, ik hoor je steeds doen. Ja, ik heb afstandsbediening bij me. Van je cd-speler? Ja, ik heb alle platen op videoband opgenomen. Daar heb ik de afstandsbediening van. Dus. We zitten in het tweede couplet. Tweede couplet. Want Lemmens heeft al zijn platen op videoband opgenomen. En daarvan heeft hij de afstandsbediening. En maar we mag gewoon meedoen, hè. En in het... Ja, dan is het maar voorbij, weet je wel. En in het tweede couplet... Ik ben zo benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ja, nou, dan moet je luisteren, ja, want ik ga het je vertellen. Nou, in het tweede couplet komt er namelijk een vrouw de discotheek binnenlopen. Kijk, daar komt ze. En ze gaat zitten op die kruk. Ik spoel er even terug. Bedankt. Ik heb ook een afstandsbediening. En ze gaat weer zitten. En ze zit op de kruk. Pittig dingetje. Ja. De zus van Fanny Blankers. Ja, ze is heel snel. Nou. Ze pakt de nooduitgang. Zzz. Bedankt, tot de volgende keer. En ze komt er aan de voorkant gewoon weer. Ze heeft een stempeltje. En ze kent de portier. Hallo, schat. Nou, dat mag je nou niet doen. Dus... Je hebt er echt over nagedacht, ja, hè? Nou. Ja. Ze zit op die kruk. Ja, ik zie het. Ja. En dan... Blijf ze zitten? Ja, ze laat je. Zet ik er dan... even pauze. En dan bestelt ze. Ja, had je maar een video met 3 koppen moeten nemen, hè? Nou, we gaan door, ja. Oké, en die vrouw die zit op die kruk. Huh? Hè, die vrouw zit op die kruk. Vrouw Amsterdam, André Hazes. Vrouw! André Hazes. Ja. Ik pak het volgende nummer, de vlieger. Afijn. Het verhaal van de vlieger is over een jongetje. Zijn moeder is dood in de hemel. Oh. Jongetje stuurt een vlieger met een briefje naar zijn moeder. Er komt een vlaagje wind. Op dat moment komt de orkaan Lenny, zie je zo de koningin. Met dat haar. Prins Klaus staat tegen de wind in. Prins Klaus staat altijd tegen de wind in. En Willem-Alexander zegt, vind ik op helemaal niks gemerkt. Ja, nou is het afgelopen. Er staat geen wind, we zitten in een discotheek. Die vlieger die kan niet eens omhoog. En Prins Klaus komt er niet in, want die heeft geen stropdas, ja?
afgelopen. Ja, die vrouw die zit daar en die begint sherry weg te tetteren. Ja? Die begint lekker sherry te bestellen en die is helemaal lazig aan het worden. Lalalala. Sherry? Lalalala. Ja. Met twee handen? Ja, ze wil heel snel dronken worden. Lalalala. En ze is goed in de loren. Ze is goed weg. Ik hoor het. En wat er dan gebeurt, hè? En dit is het laatste couplet, was ik vergeten. Dit is het laatste couplet. Heel tweede couplet. Nee, het is het laatste. Het is het laatste en nou is het afgelopen. Dat gezep is heel slecht voor mijn banden. Interesseert me helemaal niks, Levens. Krijg je van die witte strepen, dan kan je het niet meer zien. Nou, die vrouw die is helemaal in de lorem, die is lalala. En op dat moment komt André Hazes, die komt op de raf en die zingt het volgende. Moet je horen. Ja, zou je dus gebeuren, ja? Ben je in een discotheek, zit je lekker wat te drinken, komt er zo'n dikke pat op jou met van die kleine varkensoogjes. Zo'n kegel en die zegt, deze nacht ben jij van mij. Dat is toch verbale verkrachting? Die vrouw ziet maar één ding, zo'n zilveren pannen van die kleine worstjes. Die denkt, get the fuck out of here. De Tweede Wereldoorlog begon 60 jaar geleden. En volgens mij is de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet afgelopen. Ik heb wat weetjes verzameld over de Tweede Wereldoorlog. Dat is toch goed om even te doen, denk ik. Als Duitsland Polen niet was binnengevallen, was die hele Tweede Wereldoorlog 40 jaar later uitgebroken. Was misschien de derde geweest. Als Sugar Lee Hooper een mofhoer was geweest, wat hadden ze dan na de oorlog met haar gedaan? Als Sugar Lee Hooper een mofhoer was geweest, hadden de Duitsers zich maar één dag teruggetrokken. Frankrijk. Frankrijk wilde zich overgeven aan de nazi's, maar het was te laat. Trop tard. Want heel Frankrijk collaboreerde zich een slag in de ronde. Zo gaan de Franse slag. De Molukkers. Hawaii. De Molukkers. Hawaii. Die hebben ook gecollaboreerd. Wie? De Molukkers. De Molukkers. Die hebben ook gecollaboreerd. Met ons. Met ons. Dat is goed. Ja. Als je ooit erover denkt om te gaan collaboreren, doe het aan onze kant. Dat is goed. Molukkers vochten met ons tegen Indonesië. Dat noemen wij dubbel goed collaboreren. Ja, want toen zei Nederland, als jullie met ons collaboreren qua vechten, dan krijgen jullie van ons een eigen stukje grond. Ach, de Molukken. Zijn die mensen nou vernoemd? Of andersom. Dat weet niemand. Maar goed, toen hebben ze gevochten en toen was de oorlog afgelopen. Toen zei Nederland, jullie krijgen van ons helemaal niets. Dit is de schande van onze geschiedenis. Molukkers kregen niks. En de Molukkers die waren woedend. Die waren echt boos. Wow. Die zijn met ons meegekomen naar Nederland. Met z'n allen. En toen hebben ze hier een eigen stukje grond gepakt. Een trein. Een lang geel stuk grond dat door een weiland rijdt. En dat hebben ze toen stilgezet. Kaping. Bij Wijster. In Drenthe. Hebben ze 461 uur stilgestaan in een weiland. En NS is nog bezig om die vertragingen in te lopen. Vlak bij Hawaii. Vlak bij Hawaii boorde zich een groot Japans cruiseschip de reizende zon in een kano. In die kano zat de familie Kennedy uit Boston. En Kennedy vond de dood zoals het hoort. En Kennedy merkte niks, want hij lag zijn second best te peddelen. En de moeder van Kennedy verloor haar parelketting waar die haven sindsdien naar vernoemd is. Er was in Nederland vrij veel kritiek op onze koninklijke familie vanwege hun vlucht naar Canada. Wilhelmina reageerde toen met: als de Nederlanders zo graag in onze buurt zijn, gaan ze toch lekker mee naar Canada. Deze boodschap is onlangs tot Overijssel en even van Bentham doorgedrongen. Ja, zoals Superman Christopher Reeve zei, kijk, ik kan het ook zonder pakje. Ja, zoals de operator van Tsjernobyl zei, rood lampje, ik heb lunch. Zoals de uitvinders van Softanon zeiden, ja, we zijn gewoon tegen proefdieren. Flikker het maar op de markt. Zoals Marco Bakker zei, nog één vodkaatje, dan moet ik echt weg. Zoals René Dijkstra zei, bronvermelding, bronvermelding, ik ben geen spa. Zoals Rex Gildo zei, scheisse. Zoals Mahatma Gandhi zei, natuurlijk komt er wereldvrede als je in een wit hoeslaken een stuk gaat wandelen. Zoals de gezagvoerder van El Al zei, dat vind ik nou geinig, een landingsbaan met flits. Zoals Winnie Mandela tegen haar voetbalteam zei, jij staat op de 7, jij staat op de 3 en die kleine krijgt een mes in zijn rug. De vuist van Nelson Mandela. De veer van E.T. De pink van Gerrit-Jan Heijn. De kuif van James Dean. De schatkaart van Mikhail Gorbachev. Het oog
van Mosje Dayaan. De ogen van Ellen van Lange. De wenkbrauwen van Brezhnev. De neus van Michael Jackson. De lippen van Mick Jagger. De mond van Monica Lewinsky. De stem van Jan Pelleboer. The Voice. Frank Sinatra. Baartje van Giet Titulaar. De borsten van Pamela Anderson. De nieuwe borsten van Pamela Anderson. Met het verschil is haar volledige badkamer droog afgekit. De heupen van Elvis Presley. De sigaar van Bill Clinton. De zak van Sinterklaas. Het inkijkje van Sharon Stone. De benen van Marlene Dietrich. De enkel van Marco van Basten. De zwabbervoet van Gerard Kempkes. Voetstappen van Neil Armstrong. De schaduw van Lucky Luke. Ja, je zoekt niveau op zo'n avond, maar het is kansloos natuurlijk. In Nederland had je het verzet, maar het is geheim, dus daar kan ik vrij weinig over zeggen. Tijdens het vreselijke bombardement in een stad zong een aantal Rotterdammers: wat zijn de Joden stil? Ja, is misschien zomaar. Begin 1945 was er een Duits wanhoopsoffensief in de Ardennen. Route, Luik, Bastenaken, Luik. Na afloop werden 146 Wehrmachtsoldaten positief gevonden. De atoombom is denk ik het ergste wat Japan ooit is overkomen. Het optreden van Mariah Carey vorige week in Tokio is volgens mij een leuke tweede, wat dat betreft. Ja, is afronden nu, hè? Ja. Tweede Wereldoorlog begon 60 jaar geleden, is volgens mij nog steeds niet voorbij. En dan zeg ik, afronden. Ik bedoel, laten wij afspreken, we houden erover op. We spreken met z'n allen af, het was vreselijk, want het was vreselijk. Maar er komt een moment dat we zeggen, we houden erover op. Ik stel voor, wij hebben het nooit meer over de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft geen nut. Dikke punt. Dat heeft geen nut, dat gaat altijd door. Er zijn elke week weer weetjes over de Tweede Wereldoorlog. Dan is weer die goudstikkeraffaire, herstelbetaling en dwangarbeiders in Duitsland. Ik heb het idee dat er momenteel meer veteranen zijn dan er ooit gevochten hebben. Dan zeg ik, laten wij erover ophouden. Heeft geen nut. Het gaat altijd door. Oorlog zit in de mensen. Iedereen heeft in zich een klein stukje oorlog. En bij sommige mensen is het heel veel en dan komt er ook echt oorlog. Het zit in ons allemaal, kan je niks aan doen. Oorlog is het recht van de sterken, ja? Oorlog is het recht van de sterken. Vrede, dat is het recht van de zwakken. En wat willen we? Een wereld vol met zwakke mensen of een wereld vol met sterke mensen? Het zit nou eenmaal in ons, kunnen we niks aan doen. En wees eerlijk, het fascineert. Je leest er van alles over. Je hebt toch ook oorlogshelden? Je hebt toch geen vredeshelden? Oorlogshelden, daar gaat het om. Daarom zijn er over oorlog zoveel boeken gemaakt, films, eposen. Epi. Epo. Kijk, als iedereen die bij alle oorlogen tot nu toe was omgekomen, als al die mensen waren blijven leven en ze hadden zich kunnen voortplanten, dan waren er op dit moment, op deze aarde, 17 miljard mensen. Dan kostte een flatje in Amsterdam-Oost 9 miljoen gulden. Vrede is veel te duur. We zijn met 6 miljard, hè? We gaan met 6 miljard mensen die volgende eeuw in. En dan denk je, is dat veel? En het gekke is, ik heb daar geen beeld van. Ik heb geen beeld van hoeveel dat is, 6 miljard mensen. Ik lees een paar woorden, er zijn momenteel 1,2 miljard Chinezen. Maar is dat veel? Ik heb er geen beeld van. Terwijl als je bij een loket staat, en er staat 23 man voor je, dat is veel. Ik zeg ook nooit, er zijn te veel mensen. Ik zeg altijd, van sommige mensen zijn er te veel. Mensen die als ik aan het hardlopen ben, elke keer weer roepen, hallo, ze hebben hem al. En dan moet ik weer terugroepen, ja, maar zijn broer nog niet. Mensen die met 80 in de meest linkerbaan van de snelweg zitten. En dan heb ik nog niet eens over hun snelheid. Mensen die hun hond los laten lopen en hun kind aanlijnen, zijn er echt veel te veel van. Mensen die als ze mij zien steeds weer vragen, wanneer maakt de kapper het af? Yeah. Oh yeah. De rapper praat rapper dan woorden hem dragen. Het gaat om het ritme, de beat, het gevoel. Hoe rapper de rapper zich rapt deze dagen. Hoe sneller die vrij staat en schiet op het doel. Hipper dan hop, higher than heavy. Vetter dan dope en deffer dan street. Up with the people, in with the posse. Medium wave en down with the beat. Hij is wat hij zegt, wie toestemt moet zwijgen. Waarmee je meteen ook zegt wat je bent. Zijn mond had nou lucht, zijn stembanden dreigen. Wie weet er een rijm wordt op intelligent.
Het woord is een wapen, zijn stem het pistool. Volautomatisch de beat zijn zijn pep. Hij praat heel vaak sneller dan God hem kan horen. Maar God als bekend, die houdt niet van rap. Mijn God, wat een chaos van haken en ogen. Van breken en bouwen, van muren geslecht. En wat al die woorden slechts willen bewijzen. Hoe sneller je praat, hoe minder je zegt. 1, 2, 3, 4. Ik ben een bij en elke dag als de zon onze korf verwarmt, dan weten wij dat we weer op zoek kunnen gaan naar bloemetjes. Want daar houden wij bijen van. Altijd op zoek naar bloemetjes. In die prachtige geelgeschreven pakjes van ons. Ja, daar houden we bloemetjes van. Dan vliegen we over de weiden, door de bossen. Altijd op zoek naar bloemetjes. En er zijn natuurlijk bijen die altijd naar dezelfde bloemetjes toe gaan, maar diep in ons hart willen alle bijen eigenlijk elke keer een vers jong bloemetje. Want die zijn toch altijd weer net even anders dan al die bloemetjes die je ervoor hebt gehad. En soms dan is het zover. Vlieg ik over de wei, dan zie ik opeens een vers jong bloemetje. En dan ga ik er boven hangen, met die prachtige behaarde poten van me. Ja, daar houden we bloemetjes van. En dan zak ik heel langzaam naar beneden. Dan duw ik die tere bloemblaadjes opzij. En dan ga ik met mijn dikke roltong naar binnen. En dan zuig ik me helemaal vol. En nog een keer, en nog een keer. Doe maar jongen, ga maar, doe maar. Kom maar. En als ik dan helemaal voldaan ben, dan vlieg ik terug naar de korf. En dan vertel ik aan al mijn maatjes dat ik weet waar verse jonge bloemetjes zijn. Want zo zijn wij bijtjes. En dan vliegen we met z'n vieren naar dat verse jonge bloemetje toe. En dan gaan we er met z'n vieren boven hangen. En dan hoor ik jou zingen, deze nacht ben jij van mij. Wij kunnen dingen nu, eind 99, technisch gezien die zo knap zijn dat wij ze zelf niet meer begrijpen. Wij kunnen apparaten maken die zoveel kunnen dat wij dat zelf niet meer begrijpen. Wat ook weer knap is. De NS heeft binnenkort in alle stationshallen kaartautomaten staan. Op zich een intelligente plek. Deze automaten zijn zo goed dat de gemiddelde bejaarde, elke bejaarde is gemiddeld, ze niet begrijpt. Dus een bejaarde komt met maar één gedachte stationshal binnen, ik ga lekker op reis. Komt met de automaat, denkt best wel veel knoppen en gaat weer naar huis. Ik denk dan als de NS geen bejaarde in de trein wil, zeg dat dan gewoon. Weet je, roep het om, zet het wat harder. Ik zeg niet dat ik ervoor ben, maar als je het doet, dan moet je het goed doen. Dat vind ik wel. Je hebt echt over nagedacht, hè? Ja, ik had even tijd net. Ik heb doorgerekend. Geen bejaarde in onze trein scheelt 16% instaptijd. Als je dat verder doorrekent, heb ik even gedaan. 16% instaptijd, dat betekent dat alle treinen gaan op tijd weg en komen op tijd weer aan. Dat lekt uit. Mensen denken, hey, de trein komt op tijd. Meer mensen nemen de trein. NS gaat kaart verkopen. NS gaat geld. NS gaat winst maken. Winst! Van die winst koopt NS heel veel vrachtwagens. Veel vrachtwagens hoef je geen Betuwelijn aan te leggen. Geen Betuwelijn scheelt 20 miljard per jaar. En voor 20 miljard per jaar kunnen alle bejaarden altijd met de taxi. Ik heb een computer. Ik heb een computer met erop Windows 98. Ik denk dat kan nooit ouder zijn dan een jaar. Dat moet goed zijn. En ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar ik heb dus elke 20 minuten heb ik een faalboodschap. Dan poing komt er zo'n windowtje en heb ik een faalboodschap. Poing? Ja, dat is zo is het geluid van het windowtje. Poing? Ja, poing. En dan komt het windowtje omhoog. Ik heb altijd een of andere meltdown. Ik begrijp er niks van. Ik heb altijd faalboodschappen. Of ik begrijp ze niet, of ze lossen niks op. Ik heb een computer met een 10.1 gigabyte harde schijf. Een 500 Pentium MMX Intel processor inside. En hij komt met zijn problemen bij mij. Ik dacht... Hey. Wat er eigenlijk in dat windowtje zou moeten staan, dat is poing. Poing. Nou, ik ben van Microsoft. Nou, het hele systeem is weer eens naar de kloten. Ja, maar ik ben van Microsoft, van Bill Gates. Die verdient per jaar $15 miljard. Stopt hij lekker in zijn eigen zak. Voor die $15 miljard zou hij ook een programma kunnen maken wat het altijd goed doet. Maar dat doet hij niet. Nou, tik het maar lekker opnieuw in. Doei! En toen landde hij pas. Ik zit midden in Bill Gates. En toen landde hij pas. Wie? Bob Beamon. Die man vloog. Dat was onwaarschijnlijk. Wij zitten op dit moment in een tijdbestek van de afgelopen 15, 20 jaar. Dat volgens mij de techniek zo snel is gegaan dat wij het emotioneel net niet bij kunnen benen. De techniek is als een bus die keihard langsrijdt. En jij springt met een strippenkaart in je bek naar de bumper. Maar je kan er net niet bij. Dat bedoelt u.
Ja. En ik weet ook wanneer het begon is. In de jaren 70 met de Rubik's Kubus. De Rubik's Kubus. Met al die gekleurde vlakjes, daar is het mee begonnen. Want er waren toen jochies... Er waren jochies van 7, 8 jaar. Die konden dat in 35 seconden. 35. En dan mochten ze bij stuivers in, of stuivers uit, of hangen maar je pols. 35 seconden. Klaar. Nou, de jochies zijn nu 40 en die kunnen het niet meer, hoor. Omdat je hem niet meer kan krijgen. Ik ging langs naar een winkel, ik zeg, doe maar 1 Rubik's Cube. Man zegt, sorry, ik heb alleen Furby. Ik zeg, steek jij die Furby lekker in je hol. Dan moet je met een Rubik's Cube proberen. Hey, je weet dat zo'n Furby gaat praten op een gegeven moment, hè? Die wil echt niemand horen, dat weet je. Weet je wie ook heel snel was met alles? Steve Austin. Steve Austin is de $6 million man. De bionische man, die kon alles heel snel. Geweldig was dat. En het allerbeste kon die banden verwisselen, dat was echt zijn topding. Hij was er niet voor gemaakt, hij kon het gewoon heel goed. Autobanden verwisselen, hij had ook altijd een lekker band. Hoopt je ook altijd, hè? Je hoopt altijd, nou, ook dat er een lekker band komt. En wat denk je? Ja hoor, lekker band. Altijd rond 10 voor 8, lekker band. He, en je vroeg je nooit af waarom die altijd weer een lekker band had. Overal lag glas op de weg. Hij had ook altijd een reserveband bij zich. Maakte niks uit. Je was gewoon blij dat hij een band ging verwisselen. Heerlijk. En dan stond hij bij die band. He, en dan stond hij klaar om het te doen. Maar niemand mocht weten dat hij bionisch was. Dat was geheim. En dan moest hij het langzaam doen. He. Hij kon het langzaam doen of bionisch. Dat was het. Doe het snel. Ja, maar dan moest hij eerst kijken of er niemand was. Dus dan moest hij gaan kijken. Zo. En dan kon hij het snel doen. En dan deed hij... Klaar. En op zijn rug... Rubikubus. Klaar. Had ik met Charlie's Angels, dan kwam Charlie's Angels op tv. Ik zag laatst een oude aflevering van de Thunderbirds. Daar zitten gewoon touwtjes aan. Daar zitten touwtjes aan. Met die kutraketten. Ik zag laatst Zwiebertje, zit ook een touwtje aan. Nee, het is Saartje. Saartje. En ik kon het in 38 seconden. Maar ik mocht hem niet bij Rier Bremer aan de polsvinger. Ik mocht het niet. Ik deed er 38 seconden over om al die plakketjes eraf te halen en weer snel in de goede volgorde. Nou, ik heb ook een computer, dus ik weet precies waar jullie om lachen. Deze jongen had laatst 98 Windows. Omdat je er ook eens eentje dicht moet klikken. Je moet ook eens wat dicht klikken. Ik moet helemaal niks. Ja, je moet ook eens wat afronden. Ik had 98 Windows, prachtig. Met het muisje op het kruisje. Ik heb het je toch gezegd, met het muisje op het kruisje, met zijn gatje op het matje. Muisje op het kruisje. Ja, lach maar. Ik had laatst een kruis, had ik een rondje ons, had ik gewonnen. Ik weet heel goed wat het over gaat, want ik heb een computer van 4.500 gulden. Kan alles, doet niks. Ik heb het idee dat het sterf van de mensen, die hebben een topcomputer, maar geen idee wat ze aan het doen zijn. Dat noem ik een doelgroep. En voor deze doelgroep gaat er een nieuw computerblad verschijnen. Volgende maand op de markt. Josti PC. Weet je dat het gewoon angstig is hoe goed je dat na kan doen? Misschien moet je eens een knoop in je zakdoek gaan leggen. Hè? Ik heb een laptop. Groetjes aan Sylvia. Ik had een laptop met een laadje. Heb ik ook. En dat vind ik zo gaaf. Want dan ga je naar de D toe en dan laadje open. Het laadje dicht. Nou, dat is gewoon gaaf. Ik kan hem ook zo zetten. Dus toen had ik een spelletje gekocht, hè, met een CD-ROM. En CD-ROM, dat is zo'n ding met een gaatje. Een gaatje voor het laadje, muisje op het kruisje. Gaatje, laadje, muisje, kruisje, ja? Ik heb laatst mijn muisje in het laadje, nou, dat kost je laadje. En ook je muisje trouwens, als je hem dicht probeert te doen. En ik had een spelletje gekocht op mijn CD-ROM. En er stond op, het was MMX en het was helemaal mijn systeem, hè, MB, en dat klopte allemaal. En er stond op voor 140 uur puzzelplezier, dat stond erop. Nou, ik heb 120 uur zitten puzzelen om hem aan de gang te krijgen. En toen had ik nog maar 20 uur over om mensen dood te rijden. Flash, flash. Wat is... Flash. Rechtvaardig? Moskovits, is dat rechtvaardig? Welke? Meester Max Moskovits en zijn 40 zonen. Het hele roedel. We hebben een systeem in Nederland, juridisch systeem. Heb je advocaten. Je hebt advocaten, je hebt goede advocaten en je hebt een top. Dat is Moskovits. Als je een misdadiger hebt en je kan hem vrijkrijgen, dan kan Moskovits hem vrijkrijgen. Ja, voor heel veel geld. Voor heel veel geld. De afgelopen 100 jaar is er aan ons juridisch systeem niets veranderd. Helemaal niks. Het enige wat we gedaan hebben, steeds meer wetten. En hoe meer wetten, hoe meer gaatjes, hoe meer kansen voor de Moskovitsen. Dus Moskovits, die moet een of andere misdadiger moet die verdedigen. He, die man, die krijgt hij dan vrij. Hij krijgt hem vrij door of zoveel vragen te stellen, we gaan twijfelen. En bij twijfel, dan gaat hij vrij. Of we weten een of ander gaatje in de wet te vinden. Ja, het is normaal een gaatje in de wet.
En dan krijgt hij hem vrij. En dan moet die man, na afloop van het proces van zeg 6 maanden, 300.000 gulden aan meneer Moscovici betalen. En dat heeft hij dan. He, die heeft een halve krantenwijk, maar hij heeft wel opeens 300.000 gulden. Het feit dat iemand opeens zoveel geld heeft, is gewoon het bewijs dat er iets niet klopt. Is het bewijs dat het een crimineel is. Dus Moscovici krijgt het bewijs op zijn bureau. En het enige wat hij denkt is, hé, hoop geld, dat is voor mij, dankjewel, doei. Er is gewoon helemaal niks veranderd. Er moet een systeem komen in Nederland dat we met z'n allen op zoek gaan naar de waarheid. Naar wat er echt gebeurd is en niet wie het slimst is. Het is nou alleen maar wie het slimst is. Dus 100 jaar zijn we zo ver gekomen. Meer wetten, meer wetten, meer wetten. Meer gaatjes, meer kansen voor de Moscovici. Zo ver zijn we nu gekomen. Dank u wel, Amit. Als je 100 jaar geleden op straat liep, ik kwam een gemiddelde christen tegen. En zei die christen één ding. Jezus hing ook voor jouw zonde aan het kruis. Als je daarin gelooft, ben je ook christen. Doe mee. Dan ging je mee. Die tamboerijn. Maar als je nu op straat loopt, je komt een gemiddelde christen tegen, zegt hij precies hetzelfde. Jezus zingt ook voor jouw zonde aan het kruis. Als je daarin gelooft, ben je ook christen. Doe mee. Ga je mee. Die ritmebox. 100 jaar later, hij hangt er nog steeds. Het maakt helemaal niet uit. Hij hangt er gewoon nog. Ja, die christenen, die hebben een mooi concept, hè. Dat is een mooi concept van de christenen. God heeft zijn zoon doodgemaakt voor al onze zonden. En voor al onze zonden die we nog moeten begaan. Nou, dat is opgelost. Bedankt. Doei. We gaan weer verder. Het is zondagochtend 9 uur, de bel gaat, je doet open, de buurman staat voor de deur. Hij zit onder het bloed en hij heeft het armpje bij zich vast, zijn zoontje. Ja, zegt hij, ik heb mijn zoontje doodgemaakt voor al jouw zonden. Geloof je nou in me? Moet je wel eens nou ja zeggen, anders gaat de rest van het gezin er ook aan, hoor. Nee, de boeddhisten, die zijn lekker bezig. Heb je die boeddha wel eens gezien met zijn dikke pens? En al die boeddhisten zijn mager. Rara, hoe kan dat? Ja, maar we geloven in hem, want hij lacht zo geheimzinnig. Boeddha lacht helemaal niet geheimzinnig. Boeddha heeft maar één gedachte, de volgende maaltijd met een potje bier erbij. Nee, de moslims, die zijn lekker bezig. De moslims, die geloven dat de mens helemaal perfect is. Op zo'n stukje na. Nou, dan halen we toch gewoon van zijn lul af. Ja, dan ben je 3 jaar, komt er een of andere baard boven je wieg hangen. Pak je voorraad, huppakee, voorraad eraf. En je houdt meteen niet meer van varkensvlees. Nee, de hindoes, die zijn lekker bezig. De hindoes, die geloven in alles waar een rattenkop in zit. 23 armen of 25 staarten. Hindoes vinden dieren veel belangrijker dan mensen. Daarom hebben ze daar ook heilige koeien. Ze hebben er ook een heilig mestoverschot. Ik vind mensen die dieren belangrijker vinden dan mensen, vind ik niet deugen. Er is laatst een inzamelingsactie gehouden voor de dieren van Kosovo. Want ook de dieren van Kosovo hebben geleden onder de oorlog. En mensen hebben daar geld voor gegeven. Oh ja, zijn er soms hamstermassagraven gevonden? Zijn er soms kippen verkracht? Nou, dan mag ik graag de fotorolletjes van zien. Mensen die dieren belangrijker vinden dan mensen, die gaan maar lekker naar India, dan worden ze hindoe. En als ze dan 8 uur te laat op hun werk komen, omdat er een kudde koeien op de A2 ligt te slapen, leg dat eens even uit aan je baas. Punt. Dank u wel. Ik heb het beste met u voor. Als u mij steunt, zal ik u steunen. Ik maak het morgen over. Nicotine is niet verslavend. In het weekend blijft het droog. Dit shirtje kan op 40 graden gewassen. Politie is je beste vriend. Gillette is het beste wat een man kan overkomen. Deze auto spaart het milieu. Als u deze trein neemt, bent u zeker van een perfecte aansluiting. Als een vrouw nee zegt, bedoelt ze ja. Als een vrouw ja zegt, dan twijfelt ze nog. En als een vrouw nog twijfelt... Hij doet niks hoor. Dat doet hij anders nooit. Ik heb 2 gulden nodig voor een kop koffie. Met een beetje lauw water is die vlek er zo uit. Ja, dat beloof ik. Ja, dat zweer ik. Ik zal de volledige waarheid vertellen en niks dan de waarheid. Vanaf morgen ligt hier de allerbeste grasmat. Mijn beste vrienden zijn homo. En morgen gezond weer op. Je bent het zo even vergeten. Het beste met u voor. De Russen komen. De Eerste Wereldoorlog maakt een einde aan alle oorlogen. Rock and roll is de muziek van de duivel. Dit hotel ligt op een hele rustige plek in de binnenstad. Kort haar staat je hartstikke vlot. Deze kast is simpel te monteren. Ik kom zeker langs als ik in de buurt ben. Ik zou het ook liever met een condoom doen. Ik maak mijn contract bij deze club zeker af. Deze kleuren blijven mooi. We zien elkaar snel. We kunnen toch vrienden blijven. Deze schoenen moet u even inlopen. Volg mij, ik ben de weg. Ik heb het beste met u voor. Bij de try-out was iedereen erg enthousiast. De dood is niet het einde. Dank u wel. Er zijn mensen die telefoneren in openbare gelegenheden. Met nog zo'n ouderwets toestel, weet je wel, met zo'n kringelsnoer eraan. En dan telefoneren ze en dan leggen ze neer en dan zie je dat het snoer wat in elkaar is gekringeld. Dat wordt zo'n klomp van kringelsnoer.
He, en zie je ook in openbare gelegenheden, maar je ziet het ook bij kassa's, soms bij mensen thuis. Ze telefoneren, ze leggen neer en het kringelt helemaal in elkaar. Dat het zo'n kleine moeite is om te telefoneren, kwartslag draaien, neerleggen. Bij mij thuis, het snoer, prachtig boogje, nooit wat aan de hoofd. Telefoneren, kwartslag draaien, neerleggen. Telefoneren, kwartslag draaien, neerleggen. Zo'n kleine moeite. Kwartslag, draaien, neerleggen. Kleine moeite. Kwartslag. Lewis, deze voorstelling duurt nog een minuut of acht. Zeg iets van belang. Oké, iets wat jou aangaat, iets wat iedereen aangaat. Stickertjes. Waarom zitten er overal stickertjes op? Niemand heeft erom gevraagd, maar overal zitten stickertjes op. En dan koop je een kristallen glas, mooi duur kristallen glas, dan haal je het stickertje eraf en je zit nog 3 weken tegen de lijnresten aan te drukken. Of je koopt een cd'tje van 42,95 wat sowieso veel te veel is. En dan zit het aan de voorkant altijd vol met stickertjes. Je kan het hoesje niet eens meer zien. En dan probeer je zo dat tikketje zo eraf te pulken. En dan zit er altijd zo'n papieren stickertje. En dan wint altijd de helft van het papier wint het van de lijm. En de andere helft van de lijm wint het van het papier. Van alle twee blijft de helft over. En je krijgt het er niet vanaf. En dan ga je de plakband op doen en haal je het eraf. En nog een keer. Dan wordt het steeds een beetje minder. Maar het is nooit helemaal weg. En dan denk je, nou, dan doe ik het wel in een pannetje of in een dingetje. En dan haal je het eraf. En dan breekt dat een van die twee pootjes af. En dan moet je een nieuw hoesje kopen. Bij een cd'tje voor 42,95. Omdat er stickertjes op zitten. Kap uit met die stickertjes. Mensen hebben een huis. Heb je een hypotheek op je huis vanwege je huis? Dat begrijp ik. Nemen mensen een tweede hypotheek op hun huis om hun tuin te kunnen vertimmeren? Er zijn mensen die vertimmeren voor 50.000 gulden aan hun tuin, want die tuincentra die zijn er nou eenmaal. Omdat iedereen vertimmert voor 50.000 gulden aan zijn tuin. Heb je een tuin met voor 50.000 gulden erkertjes en bordertjes en hegjes en vijvertjes en paadjes? Je hebt een tuin van 13 vierkante meter, maar wel een paadje. Ik ga even wandelen, ben alweer terug. De Russen en Amerikanen hadden een wedstrijd wie het eerst een mens op de maan kon krijgen. Toen hebben de Amerikanen $2 miljoen uitgegeven aan een ballpoint die in gewichtloze toestand kon schrijven. $2 miljoen. De Russen hebben gewoon een potlood gebruikt. Wij besteden per jaar 300 miljoen gulden aan het Europese parlement. Er is daar fraude voor 400 miljoen, samen 800 miljoen. Wie sturen wij naar Europa om daar de fraude te bestrijden? Bolkestein. Altijd tegen Europa, tot hij de geld kon verdienen. Ik vind Bolkestein naar Europa sturen om daar fraude te bestrijden, vind ik alsof je een kinderfeestje organiseert en Mark Dutroux vraagt voor de dropping. Ik vind het echt kluiverd als chauffeur, Bergkamp als piloot en Rijkaard als bondscoach, ik zweer het je. En dan sta je bij de kassa, hè? Want kassa. Je moet afrekenen. En heb je in één hand heb je portemonnee. Portemonnee. Andere hand heb je afgerekend. En dan flikken die kassières het altijd in je hand. Leggen ze het bonnetje, het papiergeld en daarbovenop de munten. En je kan geen kant meer heen. Je kan geen kant heen. Je staat in een deadlock. Je staat in een pure deadlock. Pure deadlock. Dus je kan niks meer doen. Ik denk, ik ga je pakken, 10. Ik ga pinnen. En ik pak mijn pinpasje. En ik wil hem door die gleuf halen. En toen stond er in het windowtje, welkom. Dat stond er, welkom. En wat zegt ze? U moet nog even wachten. Er staat toch welkom? Ik zie toch welkom staan. Ik heb toch geen dikke lucht in mijn ogen, hè? Er staat toch welkom. Als ik naar de hoeren ga en ze zeggen welkom, mag ik hem er toch ook in hangen? Twee dingen. Lewis pint bij de hoeren. En een deadlock is een dode rasta. Fiets. Mensen kopen een mooie, dure fiets. En die zetten ze vast met een heel goed slot aan de rugleuning. Staat die goed vast. Dag later, voorwiel eraf gejat. Andere dag, achterwiel eraf gejat. Na een week staat er een karkas. Een karkas staat vast aan de brugleuning. En dan zie je maandenlang dat karkas aan die brugleuning staan. En dan denkt deze jongen, lul, ga je slot halen. Ga je slot halen. Dat is een heel goed slot. Want dat konden ze niet loskrijgen, hè? Nee! Je gaat je sleuteltje halen, kom maar van die trap af, kom maar naar beneden, sla je slag, ram hem in het slot en haal je slot eraf! Nu! Ga halen! Nu! Het gaat om de keuzes die je maakt in je leven. Ik zeg altijd, als je moet afvallen om in een badpak te passen, ga lekker op het naaktstrand liggen vreten. Als je al jaren denkt, een badpak staat me niet, probeer eens een zwembroek. Stoppen met vlees eten. Jullie zouden eigenlijk moeten stoppen met vlees eten. Dan zeg ik een nieuwe eeuw, halveer het gewoon. Halveer hoeveel vlees die je eet. Als je dat doet, zijn er veel minder dieren nodig. Minder dieren. Hebben die beesten veel minder ruimte. Ruimte. En als er minder dieren zijn, dan kosten ze meer, ben je net zo duur uit. Het gaat erom de keuzes die je maakt in je leven. Mensen gaan thrillseeken op zoek naar thrills in hun leven. Vroeger was trailseeken met je vriendje naar het zwembad. Wie kan het langste onder water blijven? En je won meestal postuum.
Tegenwoordig gaan mensen naar een alpentop voor canyoning. Thrillseeker. Thrillseeker is een duet met Rex Gildo, je kop in de bek van een nijlpaard de trein naar Breda. Toppunt van Thrillseeker is met een vurenhouten kist de oven in en de winnaar komt naar buiten met een appeltaartje. Weet je waar de doden vallen? Op dit moment vallen in Tsjetsjenië de doden. Oost-Timor zijn de doden gevallen. En we doen nooit meer wat. De internationale gemeenschap doet niks meer. Dankzij het moderne toverwoord interne aangelegenheid. Als iets een interne aangelegenheid is, vervallen alle normen en waarden, dan doen we niks meer. Ik vind, als er ergens gemoord wordt of gemarteld, mogen alle andere landen aanvallen en zorgen dat het ophoudt. En op het moment dat wij aanvallen, is het een externe aangelegenheid. Dus mogen we aanvallen. Ja, we hebben een prachtige zomer. We hebben een prachtige zomer achter de rug. De hele zomer zon op 3 minuten na. Waar droegen wij deze zomer onze zonnebril? Hier. Dus de zon schijnt, je komt naar buiten. Hey, de zon, hou mijn bril op. Hier. Waarom draag je je zonnebril? Hier. Ik plak al geen contactlens op mijn smoel. Eén wens. Voor de komende eeuw heb ik één simpele wens. Alle hondenrassen moeten verdwijnen. Weg met alle hondenrassen, maar er blijft één hondenras over. Voor die mensen die van honden houden, een superras. Honden die mensen al van 8 meter afstand kunnen ruiken en het ook doen van 8 meter afstand. Ze hebben geen tanden, ze blaffen niet en hun lievelingsgerecht is hun eigen ontlasting. Vreet het maar op, Bello. Vreet je eigen shit maar op. We naderen het einde van de eeuw en de sigarettenfabrikanten zijn eruit. Roken is officieel slecht voor je gezondheid. Uit Engels onderzoek blijkt nu van roken word je impotent. Daarom roken mensen ook altijd na het neuken. Maar ik denk dan heel simpel, eerst ga je neuken, dan ga je roken. Oké. Dat betekent dat als je heel veel neukt, dat je dan ook heel veel rookt. Maar als je heel veel rookt, word je heel snel impotent. Als je impotent bent, dan kan je niet meer neuken. En als je niet meer kan neuken, dan stop je vanzelf met roken. Dat betekent als je wil stoppen met roken, dan moet je meer neuken. Tevens mijn persoonlijke wens voor het nieuwe millennium. Gelukkig nieuwjaar. Jongens, bedankt. En Jan. Dank je wel.